Ach, donderdag stapte demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag op na een motie van afkeuring vanwege de chaotische evacuatieoperatie in Afghanistan. Ank Bijleveld van CDA bleef natuurlijk even aan nog als demissionair minister van Defensie, maar besloot na de onrust gisteren dan toch ook af te treden. En vandaag probeert informateur Remkes de formatie vlot te trekken door de partijen en leiders van VVD, D66 en CDA uit te nodigen voor een weekendje op de hei, landgoed de Zwaluwenberg. Ja, hoe zou het staan met die relaties na deze onrustige week? Ik ga het erover hebben met VVD-prominent en oud-informateur Henk Kamp. Goedemiddag. Goedendag, mevrouw Spijker. En de politiek verslaggever van het AD, Hans van Soest, zit hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Hi. Ja, Hans zei net tegen mij, het was een bizarre week. Ja, je noemde het onrustig. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje een understatement. Het is eigenlijk gewoon chaotisch in Den Haag. Een ander woord is er eigenlijk niet voor. We hebben een imploderend kabinet, waar de ene naar de andere bewindspersoon vertrekt en waar labmiddelen moeten worden toegepast door premier Rutte om die ministeries maar nog maar bemand te krijgen, hè, voor de weken of maanden dat dit demissionaire kabinet er nog zit. Ondertussen zijn de verhoudingen tussen de vier regeringsfracties zijn echt tot onder het nulpunt gedaald. De ChristenUnie die wordt, uitgekotst is nog een groot woord, maar daar zijn ze eigenlijk gewoon boos over. Hè. Die trekt zich niks meer aan van het regeerakkoord. Die steunen het deze week ook het coronabeleid niet meer. Dan heeft het opstappen van Sigrid Kaag weer kwaad bloed gezet bij het CDA. Nou ja, en dat zien we weer terug in de formatie. Ondertussen hebben we 19 partijen in de Tweede Kamer die eigenlijk ook vooral aan het oppositie voeren zijn en alweer bezig zijn met de volgende verkiezingen. Kortom, ik denk dat kiezers die hier naar kijken alle redenen hebben om zich zorgen te maken over de stuurbaarheid van dit land. Nou, en de mensen die nu naar NPO Radio 1 luisteren waarschijnlijk ook. Heeft ook meegeluisterd. Deelt u de opvatting van Hans van Soest? Ja, het is een hele moeilijke week geweest. Ik denk dat debat al niet goed ging. Het debat wat mevrouw Kaag en mevrouw Bijleveld met de Kamer deden. Mevrouw Kaag die schoof erg veel vragen weg naar de tweede termijn. Dat betekent dat ze eerst weer ambtelijke teksten wilde hebben. Ze schoof ook weg naar haar collega's, mevrouw Bijleveld en mevrouw Broekers. Ja, nou, uiteindelijk krijgt ze een motie van afkeuring. En ja, dat is ook te begrijpen als je maanden en maanden lang de ChristenUnie iedere keer maar weghoudt, terwijl de 4 jaar met de ChristenUnie is samengewerkt en je ook als partijen die de vorige coalitie vormden besaldo winst hebt gemaakt bij de verkiezingen en dan toch steeds maar die ChristenUnie wegschuift. Ja, dan kun je een keer een reactie verwachten. En als je dan een motie van afkeuring krijgt en je hebt eerder al gezegd dat je bij een motie van afkeuring op moet stappen als bewindspersoon, dan was het ook onvermijdelijk dat zij moest gaan. En in een kabinet waar minister van het Woud al weg is, minister van Nieuwenhuizen, minister van Ark en ook mevrouw Kaag weg, dan denk ik dat het woord imploderen wat Hans gebruikt, dat het niet overdreven is. Nee. Was er een moment waarop de beide demissionaire ministers toch hadden kunnen aanblijven? Ja, ik weet dat Bijleveld er ook nog even over getwijfeld heeft. Maar was er een moment waarop dat echt nog wel goed had kunnen gaan, ondanks dat het een feit is, ja, dat de evacuatie in chaos was, Hans? Ja, ik vind van wel. Dat ze dat niet hebben gedaan, dat kan ik wel uitleggen. Maar dat heeft vooral te maken met beeldvorming. Hè. Sigrid Kaag die wilde vooral. Die maakt al sinds de verkiezingscampagne profileert zichzelf al als een nieuwe leiderschap, nieuwe politiek. Zij kon eigenlijk na wat zij over Mark Rutte had gezegd bij dat beroemde 1 april debat natuurlijk niet anders dan nu wel aftreden toen zij een motie van afkeuring kreeg. Maar het had natuurlijk niet gehoeven. Kijk, de Kamer heeft niet het vertrouwen in deze bewindspersonen opgezet. En er was een hele goede reden geweest om aan te blijven. En ik vind eerlijk gezegd dat daar wel heel makkelijk aan voorbij is gegaan deze week in Den Haag. Er zitten nog honderden mensen vast in Afghanistan. In een waarschijnlijk levensbedreigende situatie. Die moeten we eruit zien te krijgen. En de twee bewindspersonen die ervaren zijn en die daarmee bezig zijn, die halen we weg. Ja, ik vind dat eigenlijk, het is allemaal leuk hoor, nieuwe bestuurscultuur, maar die honderden mensen die proberen al wekenlang om daar weg te komen, die hebben er helemaal niks aan. Ik heb een fragment waarop Ank Bijleveld ook zegt dat ze juist had willen blijven vanwege die tolken die daar nog zitten. Ik wilde doorgaan om de taak af te maken waar ik voor sta. Voor de mannen en de vrouwen die in de frontlinie staan. En om de opdracht te voltooien om de tolken die nog in Afghanistan zijn en op ons rekenen in veiligheid te brengen.
Het lijkt of de werkelijkheid in Afghanistan een totaal andere werkelijkheid is dan die in politiek. Ja, dat is ook zo. Kijk, wat Bijleveld gisteren eigenlijk wel heel duidelijk liet doorschemeren. Ze zei het niet met zoveel woorden, maar ze is gewoon onder druk gezet om te gaan. Hè, Kagon, ja, daar kon Bijleveld toch niet aanblijven. Ja, dus ook zij is uiteindelijk vertrokken om de beeldvorming. Ja, en ja, die mensen in Afghanistan, die zijn daar echt niet mee geholpen. Nee. En meneer Kamp? Nou, ik denk dat er bij een motie van afkeuring dat het niet zo moet zijn dat je per se weggaat. Mevrouw Kaag kan dat wel zeggen, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het er ook niet mee eens dat als de één bewindspersoon weggaat, dat dan ook de tweede die erbij betrokken is, ook meteen weg moet. Ik zag dat toen minister Donner weg moest vanwege de brand die op Schiphol is geweest in het detentiecentrum, dat ook mevrouw Dekker weg moest. En ja, dat was ook niet echt nodig. En ik vond het nu ook niet echt nodig dat mevrouw Bijleveld wegging. Ik denk dat mevrouw Kaag die weg voor zichzelf afgesloten door te zeggen, ja, een motie van afkeuring, daar moet je weg zijn. Daar kun je niet anders dan gaan. Maar mevrouw Bijleveld die had kunnen blijven. Had ze dat zelfs moeten doen om alles te kunnen zetten om alsnog die tolken weg te halen? Ja, ik kan niet achter de schermen kijken. Ik denk dat het ook. Je moet ook steun hebben van je politieke leider, van je politieke partij. En daar is overleg gaande. En ik weet niet hoe dat gelopen is. Maar als u mij vraagt, had mevrouw Bijleveld moeten opstappen, dan zeg ik nee. Nee, en dat zegt ook Hans van Soest als verslaggever. Grapperhaus neemt de taken van Bijleveld over. Een minister met een dubbele post. Het lijkt net alsof die taken niet allemaal heel erg loodzwaar zijn. Zodat we doen het er even bij. Dat is mijn beeld nu. Klopt dat beeld? Ja, het is meer zo dat voor Grapperhaus geldt dat er even een onmiddellijke vervanging moet zijn. Het kan niet zo zijn dat als de minister en de staatssecretaris weg zijn bij Defensie, dat er dan niemand zit. Dat gaat niet. Er moet verantwoordelijkheid gedragen worden. Dus een van de collega's die vult dat even in, zoals ook mevrouw van Nieuwenhoven, 5 dagen bij EZ is ingevallen bij EZK. Ik denk dat ze druk bezig zijn om zowel bij Buitenlandse Zaken als Defensie een vervanger te vinden. En dat die begin volgende week zal worden benoemd. Oké, dus het is heel tijdelijk. Dus daar hoeven we het niet over te hebben. Dan is het gewoon logisch dat ze dat doen. Maar toch, een leider van D66 in deze fase van de formatie, die is dan demissionair minister van Buitenlandse Zaken af. Was het, Hans, niet sowieso voor haar een heel zwaar pakket? Was het niet eigenlijk ook wel goed dat ze dat niet meer deed? Ze zou bijvoorbeeld komende week naar New York hebben gemoeten. Zeker. Dat is ook zwaar. Maar dat geldt natuurlijk voor Mark Rutte als VVD-leider en premier evengoed. Ik zag Mark Rutte deze week weer. Ik bedoel, nog even los van of je VVD-stemmer bent of niet. Maar als je naar die leider van de VVD kijkt en je ziet weer even wat deze man alleen al deze week deed. Hè. Corona, die persconferentie dinsdagavond. Dan woensdag een debat dat tot 3 uur in de nacht duurde. De volgende ochtend weer de hele dag coronadebat. De ellende in het kabinet vrijdag. En dan aan het eind van de vrijdagmiddag nog even op en neer naar Londen voor een bezoek aan Boris Johnson, waar die, eerlijk gezegd, ik stond er verbaasd uit te kijken, hoentjesfris naast Boris Johnson op de foto ging. Ik denk, hoe doet die man dat? Een soort robot. En ik denk dat hij ook nog donderdagochtend 2 uur lesgegeven heeft op de school waar hij iedere week komt. Hoe kan dit? Dat is ongelooflijk. En ik denk dat je dan, als je ziet hoe die dan benaderd wordt door mevrouw Kaag, wat ze dan gezegd heeft over regelen en ritselen zonder visie en belachelijk maakt dat hij spreekt over een onwijs gaaf landje en dat de overheid in 20 jaar niets tot stand heeft gebracht. Ja, ik kan me niet voorstellen hoe dat nou gaat, wat mevrouw Kaag nou wil. Als je toch 6 maanden lang al bezig bent met een kabinetsformatie en er is nog geen begin van onderhandelingen. En het is logisch dat de 2 grootste fracties, de 2 grootste partijen, dat die samen in het nieuwe kabinet komen. Doe dan je best om een goede relatie met de leider van de VVD te hebben. Dan kun je wat tot stand brengen. Maar als je in zo'n speech echt gaat proberen om hem te vernederen, ik vind het onbegrijpelijk. Ik vond het ook onbegrijpelijk dat ze van de week heeft gezegd dat ze niemand vertrouwt. Alleen maar de man en de kinderen en enkele vrienden. Hoe kun je nou op een ministerie werken als je niemand vertrouwt? Hoe kun je nou in de Kamer werken als je niemand vertrouwt? Ik vind het heel moeilijk om haar te volgen. Was dat dan ook een sneer naar de mensen van D66 dan? Dat weet ik niet hoor. Ze zegt gewoon dat ze niemand vertrouwt. En dat vind ik echt onbegrijpelijk. Ja. Is ze gewoon op dit moment misschien niet zo zorgvuldig in haar antwoorden? Is misschien een beetje moe dat ze dit soort dingen zegt, Hans? Nou, ik weet niet of het vermoeidheid is hoor. Want het is, laten we zeggen, het is wat onbesuist. En wat
ik zorgelijk vind, is dat niet alleen D66 onbesuisd is. Iedereen is een beetje onbesuisd in Den Haag op dit moment. Ik bedoel, kijk naar een willekeurig debat. Deze week weer het coronadebat. Het scheelde maar een haartje of het hele coronabeleid van het kabinet was gewoon weer afgestemd. Ja. Je wordt er niet heel vrolijk van. Partijen zijn echt zo bezig met zelfprofilering, met zo bang om afgemaakt te worden door hun eigen achterban. Iedereen is bang voor Twitter, voor wat er gezegd wordt, hoe ze beoordeeld worden in talkshows en door columnisten. Bang de volgende verkiezingen weer een paar zetels te verliezen. Dat ze alleen maar permanent aan het oppositievoeren zijn en dus zich aan het afzetten zijn tegen de ander. Ja, dan gaat het ook niet lukken om samen te werken. En dat is de wrange vruchten plukken we nu. Is dit iets, Henk Kamp, wat in andere tijden niet zo was? Is het erger? Is dit van nu? Ja, ik denk dat het wel langzaam erger wordt. Dat kun je gewoon vaststellen. We hebben inmiddels 19 fracties in de Tweede Kamer. En in de Kamer is het zo dat als er een belangrijk debat is, krijgt iedereen evenveel spreektijd. Dus degene die één zetel heeft, krijgt evenveel spreektijd als degene die 34 zetels heeft. En dat betekent dat je 19 woordvoerders hebt. En of een grote deel, meestal 16, 17, die zitten vol met kritiek op het kabinet. En enkelen steunen het kabinet. En het is heel gezellig bij u, hoor. Je krijgt langs wel de indruk dat we... Komt de schoolklas langs, zo klinkt... dat er heel weinig... Sorry? Het lijkt alsof er een schoolklas bij u langskomt. Ik zal het u vertellen wat ik aan het doen ben. Ik ben aan de kloot schieten en ik zit daar ergens in een apart gebouw waar de mensen buiten zijn, maar die zijn nu iets te gehoorig. Dus ik ga een beetje naar de rand van het gebouw. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja, Hans, ik zie helemaal voor me hoe de mensen die dan nu in overleg met elkaar moeten in de Zwaluwberg, op zo'n landgoed, proberen zich overal maar overheen te zetten. Maar is het niet ook gewoon een bühneverhaal geweest, ook die speech van Kaag, dat op persoonlijk vlak toch anders ligt? Waardoor ze er wel uit zouden kunnen komen. Nou, het zijn wel professionals, hè. Uiteindelijk die dit weekend nu weer samen zitten in de... overigens hier vlakbij in Hilversum. Maar dat neemt niet weg dat de verschillen wel echt heel groot zijn. En als je het probleem afpelt, hè, welk probleem moet er nu worden opgelost? Ze zitten nu met z'n drieën te kijken van hoe komen we hier in hemelsnaam uit? Hè? Al een half jaar na de verkiezingen en zijn er niet verder dan dag één. D66 wil heel graag een meerderheidskabinet met PvdA en GroenLinks daarbij. En VVD en CDA willen dat per se niet. Ja, en... ook bij het naar binnen gaan. Ik bedoel, Mark Rutte hoorde ik zeggen dat hij goede hoop had dat er een doorbraak zou komen deze week. Maar ja, ik hoorde deze week bij geen van de drie partijen dat ze er anders over denken. Dus ik heb er een hard hoofd in. Wat was opmerkelijk dat... Ja, u bent er. Dat als je, op een rustig als je er objectief plekje. Naar, als je er objectief naar kijkt, dan kun je weinig optimistisch zijn over deze 24 uur die ze nu in de Zwaluwenberg meemaken. Als je praat over een minderheidskabinet, zijn er twee serieuze opties. De eerste is VVD, D66, CDA. Maar ik kan me niet voorstellen hoe mevrouw Kaag, die voortdurend zegt dat ze een zo progressief mogelijk kabinet wil hebben, hoe ze in een kabinet kan gaan zitten waar een centrumrechtse meerderheid is, met op de achtergrond een kamer met een centrumrechtse meerderheid. Ik denk dat je niet serieus van haar kunt verwachten dat ze dat gaat doen. Dus ja, ik hoop dat er iets uitkomt. Maar ik denk niet dat het realistisch is optimistisch te zijn. Wat is een andere optie? Ja, dat is dat er een minderheidskabinet komt van twee fracties. VVD, D66, VVD met CDA. Maar dan krijg je dus een situatie die ik net al schetste. Dat je in een kamer met 19 woordvoerders... dan zijn er 17 woordvoerders die uitleggen waarom alles verkeerd gaat. En twee die het kabinet steunen. En ja, dat wordt ook een hele moeizame situatie. Er wordt gesproken over een extra parlementaire regering. Wat zou dat kunnen opleveren? En wat is dat precies? Nou, wat het precies is, is dat je dan een kabinet hebt wat niet gebaseerd is op een akkoord tussen fracties in de Tweede Kamer. Dat zijn we gewend, dat laatste. Fracties in de Tweede Kamer sluiten een akkoord en vervolgens worden de bewindslieden bij gezocht en die gaan aan het werk. Maar bij een extra parlementair kabinet ligt dat anders. Dan zijn fracties formeel niet gebonden. Dan is een formateur aan het werk om een bewindsliedenploeg bij elkaar te vinden. Die worden vervolgens voor de taak gesteld om een regeringsprogramma te maken. En die moeten daarmee naar de Kamer. En als je nou die bewindsliedenploeg slim samenstelt
En je zorgt dat je breed mensen krijgt die, ja, die door fracties als gisteren worden gezien, die ze ook respecteren. Dan heb je een kans dat je een bewindslieden-ploeg en een regeringsprogramma hebt dat de benodigde steun in de Kamer kan krijgen. Is het, Hans, iets wat in Den Haag wordt besproken, extra parlementaire regering, als, als logische optie? In elk geval heeft informateur Remkes die mogelijkheid wel voorgelegd afgelopen week aan de partijen die hij heeft uitgenodigd. Van, goh, hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Het is zo'n zakenkabinet, extra parlementair kabinet. Het is zo'n vorm die regelmatig terugkomt. Hè? Die ook wordt gezien als oplossing voor alle bestuurlijke problemen in Nederland. Alleen welke vorm je ook kiest, je bent altijd afhankelijk van een Tweede Kamer met partijen erin die bereid zullen moeten zijn om een meerderheid ervan, althans het beleid te steunen. Dus dat betekent dat partijen water in de wijn moeten doen, compromissen zullen moeten sluiten. En dat is nou juist precies de crux. Kijk naar ons huidige parlement. Die 19 partijen zijn daar op dit moment niet toe in staat. En dat is wel een probleem wat je ook niet oplost met een extra parlementair kabinet. Want ook zo'n extra parlementair kabinet zal toch voor de hoofdlijnen van het beleid, al was het maar de financiële paragraaf, of wat doen we met de aanpak van een pandemie, ja, toch moeten kunnen rekenen dat het wordt gesteund door een meerderheid. En ja, en op dit moment, ja, heel somber. Ik ben best somber. Ja, ik hoop niet dat de luisteraars nu meteen een touw pakken thuis. Maar ik ben inderdaad, deze week was geen reden om optimistisch te worden. Nee. En Kamp, nee, ook zo somber? Dat, als je alles afgepeld hebt, dan wordt het steeds moeilijker om tegen het laatste nee te zeggen. Kijk, er is geprobeerd om een meerderheidskabinet te krijgen. Dat is niet gelukt. Als een minderheidskabinet ook niet lukt, dan blijft het extra parlementaire kabinet over. Ik denk dat daar wel een modus voor te vinden is dat dat kansrijk is. Maar dat is wel de laatste mogelijkheid. En het is natuurlijk heel moeilijk voor serieuze fracties om tegen de laatste mogelijkheid nee te zeggen. Want dan is het enige wat overblijft, is dat het huidige kabinet demissionair blijft zitten. Ja, dat is ook, niks. Dus ik denk dat, of nieuwe dat verkiezingen. Met het afpellen van de en het afvallen van de eerdere mogelijkheden, dat het iedereen toch duidelijk moet zijn dat je zo'n extra parlementair kabinet een serieuze kans moet geven. Want laten we wel wezen, welke partij zou er blij worden ook van nieuwe verkiezingen op dit moment, hè? Want dat is het laatste alternatief. Helemaal niemand. Kijk, los van het feit dat het een affront zou zijn voor de kiezers. Je kunt niet tegen de kiezers zeggen in maart, zeg maar wat jullie willen. En dan na een half jaar zeggen, sorry, maar dat wat jullie willen, daar kunnen we eigenlijk niet mee overweg. Doe het nog maar een keer. Dat kan niet. Maar het lost gewoon niks op. Want A, kijk naar de peilingen. De verhoudingen veranderen niet in de Tweede Kamer. De VVD blijft nog steeds met afstand de grootste. De versplintering blijft even groot. En de verhoudingen tussen de partijen blijft even slecht. En je stelt de boel ook nog eens een keer extra uit. Want het duurt altijd minimaal wettelijk 3 maanden voordat je nieuwe verkiezingen mag uitschrijven. Nou ja, het is nergens een oplossing voor. Geen oplossing. Dat denkt ook Ik ben het helemaal eens met Hans. Ik denk dat dat echt niks oplost. En bovendien is het zo dat het ook een collectief falen van de politiek zou zijn. Hè? De kiezers spreken zich uit. En degenen die gekozen zijn, die hebben tot taak om te zorgen dat er een kabinet komt. En het is toch wel heel raar dat je dan 6 maanden lang nog niet eens aan het begin van onderhandelingen bent en vervolgens weer naar de kiezers toe gaat. Nee, sterker nog, in ieder geval is het de perceptie van de luisteraars, de kijker, dat de verstandhouding in ieder geval slechter zijn geworden dan dat ze in maart waren nadat de verkiezingsuitslag. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja. Je kunt zeggen dat je kunt kritiek op Rutte hebben, maar het is wel zo dat hij altijd zijn best doet om het positief te benaderen en mensen bij elkaar te houden. En ik vind dat je toch tenminste van mevrouw Kaag een neutrale houding had mogen verwachten. Maar zo'n valse speech als ze gehouden heeft, ja, ik vind het totaal onbegrijpelijk. Denkt en ook dat onverantwoord op dit moment in de kabinetsformatie. En is Mark Rutte er een man naar om zich dat dan daadwerkelijk persoonlijk aan te trekken? Weet ik niet, ik kan niet in zijn ziel kijken. Maar ik merk wel dat hij dat nooit doet. En dat hij bovendien hier ook weer positief op gereageerd heeft. En vriendelijk en tegemoetkomend is. Maar ja, het kan niet van één kant komen. Hè. Je hebt, als je moet samenwerken onder hoge druk in een kabinet 4 jaar lang, met allerlei problemen die opgelost moeten worden, allerlei spanningen die zich voordoen, dan moet je elkaar vertrouwen en je moet elkaar constructief en positief benaderen. En dat moet mevrouw Kaag, denk ik, nog leren.
Ja, ze is nog niet zo lang in politiek Den Haag in ieder geval. Loopt ze niet zo lang mee als Mark Rutte. Maar dat kunnen heel veel mensen niet. Maar goed, ze heeft natuurlijk ook wel een plan in haar hoofd. Ik bedoel, en dat heeft D66 al meer dan een jaar. En dat is Mark Rutte uit het torentje stoten. Ja, D66 wil de grootste worden. Alleen, dat is niet gelukt in maart. En wie weet hebben ze nu hun doel op de volgende verkiezingen gezet. Ik weet het niet. Het geldt overigens voor meer partijen. Kijk, want het mag toch nooit zo zijn, dat je als politieke partij het doel hebt om iemand anders uit de zadel te stoten. Het doel van een politieke partij moet toch zijn om te zorgen voor zo goed mogelijk een landsbestuur. Een landsbestuur wat presteert, wat de problemen oplost. Klimaat, stikstof, woningmarkt, arbeidsmarkt, immigratie. Daar moet het over gaan en niet over ruzie maken. Ja, en dan is het ook nog Prinsjesdag. Dag van de week. Hoe gaat dat eruit zien als het wordt het een Prinsjesdag als alle anderen of gaan we er iets van merken? Nee, ik vrees dat de algemene beschouwingen die daarop volgen, hè, meteen woensdag en donderdag, alweer een eerste grote verkiezingsdebat zullen zijn. Alle partijen zullen, ik denk overigens op D66 en CDA na, daar met gestrekt been ingaan. Het zal na deze week zullen de verhoudingen echt niet beter zijn. Dank. En Henk Kamp, denkt u dat het een Prinsjesdag wordt wat een beetje lijkt op andere jaren? Of gaat dit toch ook een stempel zetten op die dag? Nou, ik hoop dat ze langzamerhand bij hun zinnen komen. Want het is toch zo dat je niet alleen de VVD en D66 en CDA, maar ook Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, al die partijen dragen toch medeverantwoordelijkheid voor het bestuur van ons land. En je kunt niet blijven steken en ruzie maken. Je moet zorgen dat je de overheid in ons land goed aanstuurt, dat je de dingen doet die voor de burgers noodzakelijk zijn. En vanuit die verantwoordelijkheid mag je niet bij zo'n algemene beschouwing alleen maar met gestrekt benen erin gaan. Nee, je moet samenwerking zoeken. Ik wil u hartelijk danken, VVD-prominent en oud-informateur Henk Kamp. U gaat geloof ik wat leuks doen, daar bent u met Anita alleen. En ook hartelijk dank, politiek verslaggever van het AD.